Starting each time, you'll be easier to find. We zijn deze week zijn we ook naar een dorpje in het zuiden geweest, Pirospoor. Dat ligt dus erg moeilijk te bereiken. Om die redenen hebben we een watervliegtuigje gehuurd. Dat is een ontwikkelingsorganisatie hier in Bangladesh die een klein watervliegtuigje heeft. Juist om de meest verre gebieden in Bangladesh te kunnen bezoeken. Iedereen zit natuurlijk altijd in Dhaka en de omgeving. Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Maar juist in die dorpen, juist in die gebieden waar niemand komt. Juist hoe moeilijker het is om ergens te komen, hoe minder mensen er zijn om in dat gebied bepaalde ontwikkelingen te laten plaatsvinden. Of die ontwikkelingen te volgen of dat te promoten. One World Experience vindt het belangrijk om ook naar die gebieden te gaan. Juist omdat daar niemand zit. Juist omdat het onontgonnen gebied is. En juist omdat die mensen daar het van iedereen in Bangladesh het hardst nodig heeft. Wij zijn naar dat dorpje gegaan. We hebben een watervliegtuigje gehuurd. Dat is natuurlijk sowieso een geweldige ervaring. We zijn geland. Dat doe je dan dus in het water. Nou, dat is best een gevaarlijke onderneming. Want je landt, zo'n piloot moet in eerste instantie zelf uitzoeken waar kun je ongeveer landen. Waar is dat mogelijk? Is dat wel mogelijk, niet mogelijk? Je moet uitkijken naar zijn er geen vissers in het water? Bamboepalen, visnetten. Dus het is erg secuur om te proberen te landen. Dan wordt er een locatie bepaald en daar zetten ze dan dat vliegtuig niet aan de grond, maar in het water, letterlijk. Dan land je. In de tussentijd is de bevolking, iedereen die daar in de buurt woont, wat zelden zoiets gezien heeft. Mensen hebben het daar ook niet over een vliegtuig. Die hebben nog nooit een vliegtuig gezien. Die hadden het over die hele grote vogel. Dat was dan het Bengaals voor dat vliegtuigje, want ze wisten het anders ook niet te beschrijven. En dat rent en komt allemaal naar dat vliegtuig toe. En je hebt zo'n hele grote meute kinderen, mensen die daar omheen staan. Dan stappen wij uit. Nou, het is razend. Iedereen is razend enthousiast. Wil eigenlijk het liefst aan het vliegtuig, op het vliegtuig, in het vliegtuig. Wat natuurlijk niet mag. Dus die piloot moet echt goed in de gaten houden dat niet plotseling 50 Bengalen op de vleugel van het vliegtuig springen. Want dan zink je dus gewoon. En de propeller willen ze natuurlijk toch wel aanraken, maar dat is ook geen goed idee. En wij hebben daar een gebied bezocht. We hebben daar een locatiecheck gedaan eigenlijk. Voor het nieuwe centrum voor Wanhui. Nou, ik denk dat het stukje land op zich voldoende remote en voldoende dicht bij het centrum van de stad was om aan de ene kant een stukje afscherming te hebben voor de fase ontwikkeling. Aan de andere kant is het dichtbij genoeg om het centrum van het hele dorp erbij te kunnen betrekken en om met eventuele commerciële doeleinden producten of diensten aan te kunnen bieden die dan beschikbaar komen voor het hele dorp. Can you show me where the highest altitude, highest level of the water came on the site? Site. Can you identify it? When higher level of water come, just look here. There is a border here. Yeah. Look. Yeah. Water border is here. Yeah. When more water come, every time water come. This border. Normally. If normally. Yeah. Water. And why did you made all these canals in the land? There is there are many canals here. Look here. Because the many trees we are planting here, tree needs water. Yeah. There is a extra tree, this banana tree. Yeah, and the water, is it saline water, salty water or sweet water? This one is sweet water. And how far are we from the Bay of Bengal, from the sea? Almost 50 miles from here. 50 miles. 100 kilometers. So almost 100 kilometers. 100 kilometers from here, Bay of Bengal. And even 100 kilometers inland, we still have this level of tide going up and down. Do you think that it's possible to do something else with fish in these little canals you have created? Yes.
We are caught some fish. Look, there are also there is a different pond. There is a canal there, close and areas. There are some things that we are catching fish. Yeah. And the banana cultivation, what you are going, is it a good source of income? Yes, it's a very especially it's a very good source of yeah. income. And look, these trees is mahogany trees. It's yes, named mahogany trees. Strong wood. Well, strong wood. Yeah. It's a very nice surrounding with a lot of natural vegetation and a lot of fertility in the soil, what we can soil see. Soil is very fertile yeah. here. There's a lot of mud in the water, and the deposit from the water is falling on the land, and that makes it so fertile. Yes, yes, fertile. It is making fertile our land. Yeah. So and the floods are a requirement for Bangladesh. Yeah, because that keeps the land fertile. And with so many people in one land, you need a lot of food, a lot of rice. So with the fertile floodings, it is beneficial for the people of Bangladesh. Yes. Rather have some flooding than have hunger. Yes. Floods sometimes bring very fertility for land. Yeah. And the people who live here, what is their earning? No. What is the reason that they live here in this land at the moment? At the moment, the woman that have no who has no home, such a widow. Such a widow. Widow woman. Who have no husband. Sometimes husband go away from him. Yeah. A few times. But they have two or three boys, child. Very pitiful situations. But it is good to hear that you are helping and receiving them here. Yes. Eric, considering this piece of land, what would be, considering a potential benefit to the NGO, what would be the most potentially successful source of income? I think there is a many bamboo tree here. Yeah. Bamboo, you can women can make furniture from bamboo. Yeah. And there are mahogany trees. There are furniture from mahogany trees. Very nice. Yeah. Then we can make a furniture industry here, or you know the I think. Women's shari. Yeah, shari, three piece, shari, salwar kameez. Yeah. They can do the design with them, with the women. Yeah. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Ja. Je hebt alle natuurlijke infrastructuur voorhanden met water. Wat, schoon water is altijd een probleem in Bangladesh. Elektriciteit kun je hier prima opwekken, als je daar een beetje goed over nadenkt. En de natuurlijke vegetatie maakt dit wel heel leuk. Nice spot in the village. Yes. And sun is very nice as well as sun. It is overlooked by the sun. Yes. So front side there is a highway to Dhaka, and back side there is a river to Bear Bengal and Dhaka. You can go the road by river to logistically Dhaka. Logistically perfect. Yes, this will. Yeah. Amaro Pisto Morgali. Dharak, Jai Jai, Dharak, Jai Jai, Dharak, Jai Jai, Dharak, Jai Jai, Dharak, Jai Jai,